Het is een spel voor 1 tot 4 spelers en je bent er ongeveer 20 tot 60 minuten mee bezig. Dus een beetje afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Het is een deckbuilding game. Het vertoont sterke vergelijkenissen met Dominion. Alleen is het in een andere setting en heb je andere manieren van spelen. Zoals jullie aan de doos en het lettertype al kunnen zien, speelt dit spel zich af in het Runebound universum. Elke speler krijgt de beschikking over een ras met daarin een aantal soorten troepen en bouwt zo zijn leger en probeert zoveel mogelijk kracht en geld te verzamelen, een beetje afhankelijk van welk scenario je speelt. In dit basisspel zitten 4 scenario's, maar we gaan eens kijken wat er nog meer allemaal is. Het spel is gemaakt door Cory Konietzka en wij krijgen van hem de spelregels. Standaard Fantasy Flight opzet, Engelstalig, veel voorbeelden en soms in mijn ogen wat onlogisch opgezet. Maar alles staat er in ieder geval wel duidelijk in. De 4 verschillende rassen. Elk hun eigen kleur met verschillende soorten kaarten waar je leger mee gaat bouwen. Het geld en Dominion-spelers zullen hier gelijk enige herkenning in zien. Dit zijn cities. Dit zijn de neutrale kaarten. En dat kunnen dan of karakters zijn, maar dat kunnen ook spreuken zijn. Een attrition die. Wound markers voor jouw thuisbasis. Dit zijn speciale dragon runes. Die zijn voor 1 van de 4 scenario's. En dit zijn de 4 scenario's die je hebt. En die kun je dan gaan spelen. Ik ga zo meteen kiezen voor dit scenario, het monument scenario. En daarin kan ik alles behandelen wat ik wil. En de andere scenario's spelen op een gelijke manier, maar hebben een ander doel om te winnen. Elk scenario heeft zo'n kaart, The Monument. En daarin staat wat de speciale regels zijn die gelden tijdens dit scenario. Bijvoorbeeld als we dit scenario spelen, mogen de home worlds niet, de home realms niet aangevallen worden van elkaar. En in dit geval moet de spelers proberen het monument van hun ras te bouwen. En dat kost gewoon geld. Het wordt tijd om een spelletje op te zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, opgezet voor 3 spelers. Het zit wat dicht op elkaar, maar dan krijg ik het tenminste in 1 shot. Hierbovenaan ligt het scenario met het scenariodek ernaast. Dan hebben we het goud, 1, 2 en 3. In elk scenario heb je een aantal neutrale kaarten. En dat staat dan hier, neutral cards. En daar staat dan welke types neutrale kaart in het scenario meedoen. We hebben hier een tabelletje om te kijken hoeveel spelers hebben we. En hoeveel kaarten van elk soort gaan er dan op tafel. We hebben 3 neutrale kaarten. De Sorcerer, de Naga en een Mind Control spel. Met 3 spelers krijgen wij 4 neutrale steden in het begin. Die steden kun je veroveren en jezelf eigen maken. Elke speler krijgt zijn homeworld. En op de homeworld staat een health. En ja, in dit scenario hebben we al gezien, wordt de home realm wordt niet aangevallen. En dit is het monument wat ze moeten bouwen. En hier onderaan zie je de prijs. 10 goudstukken. Daarnaast heeft elke speler 3 strongholds liggen. Die hij nog eventjes moet veroveren. En zijn barakken met daarin zijn troepen. En je hebt altijd 4 soorten troepen. En dat zijn dan troepen die 1, 2, 3 of 5 goud kosten. Het begindek van elke speler bestaat uit 5 muntstukken van 1 en 3 troepen met de waarde 1. Die ga je door elkaar schudden. En daar komt weer een overeenkomst met natuurlijk het klassiek Dominion. Je trekt de bovenste 5 en dat is je beginhand. Op de kaarten zie je van allerlei dingen in de rechter onderhoek staan. En dat zijn eigenlijk de kosten voor het bouwen. Alle kaarten hebben in de linker bovenhoek een getal staan en in de rechter onderhoek. In dit spel kun je op 3 manieren troepen, spreuken, steden en andere dingen verkrijgen. Of met geld, dan staat hier gewoon een geldprijs. Of met strength, en dat wil zeggen dat je het gaat aanvallen. Of met influence, en dat zijn deze cirkels met een beetje blauw-grijze ring in het midden. En dit is dan weer iemand, dit is dan een stronghold. En die kun je krijgen of door goud te betalen, of door hem aan te vallen met een strength van 2. Je ziet hier bovenaan al gelijk de strength.
En dat zijn troepen. En deze tovenaar heeft een strength van 2. Deze, en dan hebben we een stad. En dan hebben we een stronghold. Die leveren dan weer influence. En die influence kun je gebruiken. Gaan we zo verder naar kijken. Daarnaast zie je bij steden nog een plus 1. Zolang een stad neutraal is, dus hier op het midden van het veld ligt, heb je hier niks naar te kijken. Maar zodra die stad ingenomen is door jou als speler, dan komt die bij jou te liggen. En dan zitten er ook troepen van jou in. En dan krijgt hij dus de plus 1 op zijn strength. Dus dan is zijn strength niet 5, maar 6. Dus dan wordt hij wat lastiger om weer terug te veroveren. Koop je een kaart, dan gaat hij bovenop je aflegstapel. Behalve dan deze steden en strongholds, die komen hier bij jou in het battleterrein te liggen. En die kun je dan weer gaan gebruiken. Gaan we zo verder naar kijken. Het scenario deck. Je bepaalt wie de startspeler wordt. Voordat die startspeler zijn beurt begint, opent hij de voorbovenste scenario kaart. Op die scenario kaart staat een grote munt. Dat is wat hij oplevert. En hier staat hoe sterk hij is. Hij heeft een attrition die. En hij heeft nog een end of combat. Als je deze kaarten en die scenario kaarten verslaat, dan krijg je ze als rewards. En dat wil zeggen, net zoals een stad of een stronghold, komt die voor jou te liggen. En dan kun je hem dus gewoon gebruiken om daar een goudstuk uit te halen. Ik ga zo meteen de combat uitleggen en dan zul je zien hoe je deze kaarten bemachtigt en hoe je ze kan gebruiken. Maar we gaan eerst beginnen met de spelling. Ik heb de andere spelers even weggehaald om het wat overzichtelijker te maken. De beurt van een speler bestaat uit 4 stappen. De eerste stap noemen ze de refresh fase. Als je op een gegeven moment steden hebt of je hebt rewards, dan kun je die gebruiken. Om die te gebruiken, tap je ze. En de Magic spelers onder jullie zullen dat meteen herkennen. Als ik deze tap, komt er een goudstuk uit. Als ik deze tap, krijg ik er 2 influence uit. Dat komt niet in een pool terecht. Als ik deze 2 influence heb, moet ik hem gelijk uitgeven. Ik kan niet wachten en het dan weer opnieuw gebruiken. Heb jij aan het begin van je beurt kaarten getapt liggen, draai je ze weer recht. En dat is stap 1. De tweede stap is heel makkelijk. Je mag acties gaan doen. Je hebt keuze uit 4 soorten acties. Je mag goud gaan uitgeven om troepen te kopen. Of om strongholds te kopen of om een monument te kopen. De goudactie. De tweede actie is de influence actie. Je mag influence gebruiken om kaarten te kopen die influence nodig hebben om betaald te worden. Zoals het goud en de neutrale kaarten. De influence actie. De derde actie is een unit card actie. Ik speel op dit moment de undead. Die hebben geen unit card acties. Maar sommige units hebben hier staan actie. Bijvoorbeeld de elfjes, die hebben een kaart. Als je die speelt als een actie, geeft die jou 2 influence. De kaart wordt daarna weggelegd. Dus dat is de derde actie, de unit card actie. En de laatste actie is een combat actie. Je mag zoveel van dit soort acties spelen als jij wilt, alleen je mag ze niet door elkaar spelen. Als jij een combat actie doet, kun je niet tussendoor kaarten tappen om nog snel een stad te kopen of iets anders te doen. Je speelt een combat actie. Als die klaar is, ga je verder. Hoe werkt nou zo'n combat? Nou, je ziet dat je al tal van dingen kan aanvallen. Je hebt de neutrale steden, die hebben een strength, die kunnen aangevallen worden of ze nou hier in het midden liggen of bij een speler. Je hebt strongholds van jezelf, die kun je kopen of die kun je door middel van een aanval verwerven. Deze kaarten kunnen niet door andere spelers worden aangevallen. En je kunt in andere scenario's natuurlijk de home realm van andere spelers kun je aangevallen. En die heeft maar 20 levertjes. Je kunt dit soort monsters aanvallen. De scenario monsters die komen hier bovenin te liggen in een rijtje. En dan heb je het wel. Als je gaat aanvallen, dan is dat heel simpel. Je speelt een eenheid en je zegt voordat je die eenheid speelt wat je aan gaat vallen. Bijvoorbeeld, laten we even zeggen dat ik nog helemaal niks heb. Ik wil graag een van mijn strongholds hebben. Die moet ik even veroveren. Dus ik zeg, ik ga deze stronghold aanvallen. Ik speel deze. Deze heeft, bijna elke eenheid heeft wel een optie. Een when played, take one reanimate card from your discard pile and add it to the combat. Nou, dus als ik deze speel, mag ik dat doen.
Maar ik heb helaas geen kaart in mijn discard pile liggen. Dus, als ik slim ben, kan ik zeggen, ik heb twee van dit soort reanimates liggen. En ik heb goud, dus ik koop voor één goud een reanimate. En ik koop voor nog een goud nog een reanimate. En dan ga ik nu pas combat doen. Ik wil deze stronghold hebben. Ik speel een reanimate. Zijn ability hebben we net gezien. Geef mij een reanimate uit mijn graveyard. Ik heb 2 strength. De stronghold is 2 strength. Bij een gelijk spel wint de speler. Ik ben de speler, dus ik win deze stronghold. Die komt voor mij neer te leggen. Alle eenheden gaan terug naar mijn discard pile. Dan ben ik weer aan de beurt. Ik ga weer een stronghold van mezelf aanvallen. Ik speel een reanimate. Ik zie in mijn discard pile een reanimate liggen. Die leg ik ernaast. En ik heb weer 2 tegen 2, dus ook deze win ik. De kaarten die ik zojuist gewonnen heb, deze 2 strongholds, die mag ik gelijk gebruiken. Deze 2 geven mij 2 punten influence. En dan kan ik bijvoorbeeld deze tovenaar verkopen. Die heeft 2 influence. En ook die gaat gewoon naar mijn graveyard. De derde stap is, je moet je hand discarden. Je moet alles wat je in je hand hebt wegleggen. Maar je mag ook kaarten houden. Als je zegt, deze kaart wil ik graag vasthouden, dan kost dat jou 1 influence per kaart die jij niet wil discarden. Ik discard ze allemaal. En tot slot trek je weer een hand van 5. Heb je niet genoeg kaarten in je discard pile, of in je trekstapel, dan pak je je aflegstapel, die schud je, en vul je hem aan en ga je weer verder. En dit is dan waar je de volgende beurt mee begint. En zo zie je natuurlijk het deckbuilding ontstaan. Er zijn 3 manieren waarop een eenheid weg kan worden gewerkt. Er zijn in ieder geval 3 termen die daarvoor gebruikt worden. Je hebt destroy, je hebt wound en je hebt discard. Als jij een unit destroyt, gaat die onmiddellijk terug naar of de neutrale stapel in dit geval. En als het een eenheid van jezelf is, gaat die terug naar de barakken. Dat is dus destroyed. Discard wil gewoon zeggen dat die teruggaat naar jouw aflegstapel, de discard pile. En de laatste is wound. Wound is een beetje leuk. Want sommige karakters die worden geactiveerd door dat ze gewoond worden. Bijvoorbeeld de berserker van rood. Als die een wound krijgt, krijgt hij +2 strength. Wound doet hetzelfde als destroyed. Alleen destroyed haalt de kaart meteen weg. En wound zorgt ervoor dat de kaart pas aan het einde van de combat weggaat. Dus als deze sorcerer gewoond wordt, doet hij nog wel gewoon meetellen in de hele strength fase. En voor het bepalen of je genoeg strength hebt om iets te kunnen winnen. En pas aan het einde van de fase gaat hij niet naar de discard pile samen met alle andere monsters, maar wordt hij vernietigd. En in dit geval gaat hij dan terug naar de neutrale stapel in het midden van de tafel. Als ik bijvoorbeeld zo'n scenario kaart ga aanvallen, werkt dat precies hetzelfde. Hou er nog even rekening mee dat een combat uit 4 stappen staat. De eerste stap is wat ik zeg, je zegt wat je gaat aanvallen. Dan krijg je de aanval. En de aanval bestaat uit ik speel een eenheid. En als je tegen een andere speler speelt, speelt die een eenheid. Dan jij weer, zo om en om speel je 1 eenheid. Tot 1 van de spelers past. En als je eenmaal gepast hebt, dan mag je geen eenheden meer spelen. Dan komt stap 3, dat is de resolution. Dan worden eerst alle resolution abilities toegepast. Sommige kaarten hebben dat. Bijvoorbeeld deze Dark Knight. Die heeft als resolution dat in deze fase van de aanval ga je kijken hoeveel andere eenheden liggen er nog. En zoveel strength krijgt hij erbij. Dus dat is een hele fijne resolution. Nadat de resolution abilities eigenschappen zijn gedaan, dan ga je dus tellen hoeveel strength heb ik, hoeveel strength heeft de tegenstander. En bij 2 spelers, als er dan een gelijk spel komt, dan verliest de winnende speler, of de aanvallende speler, degene die gezegd heeft, ik val jou aan. De laatste stap is de end of combat. Er zijn ook nog karakters die een end of combat ability hebben. En dat wil zeggen dat alle gewonde units aan het einde van de combat gaan weg. En alle rest van de combat, van de kaarten worden gediscard. Nog even 1 dingetje over het aanvallen op zich. Je mag, zoals ik al zei, zoveel acties doen in wat voor volgorde je ook maar wil. Maar je mag niet in een beurt proberen hetzelfde target meerdere keren aan te vallen. Dus als jij deze aanvalt, dat mislukt, mag je diezelfde beurt niet nog een keer deze aanvallen. Moet je een beurtje wachten. Ik ga deze even aanvallen. Dan speel ik een reanimate en ik haal er eentje uit mijn graveyard. En ik speel er nog eentje. En nog
een reanimate bij. En ik speel een Dark Knight. Dan komt de resolution. Je ziet dat deze scenario monsters een attrition die hebben. Dat is meestal niet zo fijn. Je gooit deze dobbelsteen. Voor elke schedel die je gooit, moet je één eenheid weghalen. Nou, in dit geval dan maar twee reanimates. En er zitten dus 1 keer 2 op, 3 keer een schedeltje en 2 keer een blank. Dus ik gooi net even slecht voor mezelf. Dan ga ik tellen. 3, 4, 5 en deze heeft nog een 6, 7. Dus ik heb een strength van 7 dankzij de Black Knight. Degen zijn 6, dus ik win. Dan krijgen we de End of Combat. Deze gaan allemaal weg. En End of Combat van deze kaart is Destroy all cards in hand. Dus ik had deze nog in hand. En die wordt gedestroyed. Dus die gaat naar de neutrale area. En ik krijg deze. En die kan ik net zo gebruiken als dat ik strongholds en cities kan gebruiken. Ik kan hem tappen en dan krijg ik er één muntstuk uit. Nog even over de muntstukken. Als ik een muntstuk van 3 speel, dan mag ik daar niet een 2 en een 1 mee kopen. Waarom niet, zul je zeggen? Want dat is toch gewoon te betalen. Je kunt niet combineren. Je koopt kaarten 1 voor 1. Want je moet het zien, het is een geldactie. En met die geldactie ga je 1 kaart kopen. En zo is dat heel specifiek gezegd. Dus als jij bijvoorbeeld 6 goudstukken hebt, dus je hebt bijvoorbeeld deze 6 goudstukken, dan kun je niet zeggen ik wil een Dark Knight voor 5 met een skelet ervoor. Want je hebt eerst 5 goudstukken nodig om deze te kopen. Dan heb je dus 1 te veel betaald. En dan moet je dus met wat je dan over hebt deze gaan betalen. En dat is iets waar je wel rekening mee moet houden. Want je kunt dat geld dus niet transferen. Want de goudactie is eigenlijk, je gaat 1 ding kopen. Dat leg je neer en dan koop je nog een keer een ding. Dus je kunt dat goud niet schipperen. Dat is een techniekje zoals het spel werkt. Ja, dat moet je dan maar mee leren leven. In dit scenario is het de bedoeling om je monument te bouwen. Je ziet hier wat het kost. In mijn geval 10 goudstukken. Zodra ik 10 goudstukken kan genereren in een beurt, bouw ik mijn monument. Dan gaat het spel door totdat de first player aan de beurt zou zijn. Zodat iedereen evenveel beurten heeft gehad. En als ik dan de enigste ben met een monument, ben ik de winnaar. Zijn er meerdere spelers met een monument, dan ga je kijken wie de meeste strength heeft van alle units in zijn deck. En dat is hoe dit spel gespeeld wordt. En dit is dan natuurlijk afhankelijk van het scenario. Maar je kunt dus ook elkaar gaan aanvallen, met elkaar proberen je een weg te werken door de tegenstanders van het scenario. En zo zijn er tal van mogelijkheden om dit spel te spelen. Ik ben natuurlijk al helemaal verslingerd aan Dominion en ik vind Nightfall ook heel fantastisch. En toen ik dit spel op de korrel kreeg, dacht ik dat moet ik ook hebben. Ik hou natuurlijk ook nog eens een keer van Runebound, dus dit was iets wat in mijn straatje paste. En het spel heeft mij aangenaam verrast. Het is natuurlijk weer een deckbuilding game, maar het is anders. Omdat je natuurlijk je eigen troepen hebt waar je mee gaat bouwen. Je hebt je eigen legertjes, je eigen realm. En het leuke is, je gaat scenario's spelen. Dus de ene keer ga je niet zozeer tegen elkaar, als wel proberen gewoon zo snel mogelijk zoveel mogelijk goud te realiseren. De andere keer ga je echt vol tegen elkaar slaan en dan is degene die het laagst staat, is degene die wint. En de derde keer ga je weer samen spelen tegen de monsters die het spel op je afgooit. Daarnaast heb je een leuke hoeveelheid aan verschillende neutrale eenheden en spreuken. De steden die je elk spel krijgt variëren ook. En de rassen zelf zijn ook allemaal erg leuk, want ze hebben allemaal iets waar ze heel goed in zijn. Dus ze zijn ook goed gebalanceerd, ze zijn allemaal even goed. Alleen ja, iedereen heeft persoonlijke voorkeuren en de ene vindt dit lekkerder spelen en de andere vindt dat weer lekkerder spelen. Dus dat is al met al goed gedaan. Ook het artwork is weer voortreffelijk zoals we gewend zijn eigenlijk wel bij Runebound spellen. Dit is gewoon heel veel liefde, heel veel tijd ingestopt en ja, dat ziet er gewoon schitterend uit. Ik kan ook eigenlijk niet wachten tot er meer uitbreidingen komen, meer verschillende scenario's, meer neutrale kaarten. Het enige wat ik soms wat jammer vind is dat je maar een paar neutrale, je hebt sowieso maar 3 neutrale kaarten liggen. Maar ja, je kunt ook zeggen, hey, de regels zijn leuk, maar die zijn er om een beetje aangepast te worden. En dan doe je er gewoon zelf nog wat extra neutrale kaarten bij, zodat je wat meer uit het midden kan kopen. De mechaniekjes werken lekker in het spel. De kaarten zijn duidelijk overzichtelijk opgezet. De eigenschappen zijn simpel en voor zichzelf sprekend.
Ja, het is wel in het Engels. Als je dat niet machtig bent, kan het natuurlijk wat lastiger zijn. Maar al met al vind ik het gewoon een heel goed speelbaar, heel leuk spel. En het is gewoon net weer eens wat anders. En ja, het geeft weer een nieuwe uitdaging in deckbuilding. In Dominion ga je natuurlijk voor de overwinningspuntjes. Bij Nightfall ga je natuurlijk ervoor om andere mensen zoveel mogelijk wounds in het deck te douwen. En bij dit spel heb je keuze uit van alles. Of je gaat elkaar vernietigen, dus je hebt lekker een stukje combat erbij. Dat zit in Dominion niet. Of je gaat natuurlijk gewoon voor het grote geld en probeert je monument te bouwen. Of je gaat met z'n allen tegen het spel zelf spelen. Dus dan krijg je een deckbuilding cooperative. En dat is natuurlijk heel leuk. Dit spel schreeuwt om uitbreidingen, meer scenario's, meer rassen. En ik hoop ook echt dat Fantasy Flight daar iets mee gaat doen. Ik vind het in ieder geval een heel gaaf spel. En ik ben ook erg blij dat ik het toch gekocht heb. Ondanks dat ik al redelijk wat kaart deckbuilding games heb. Het spel krijgt van mij een 7,5.